Ja, deze vliegtuigen komen uit de tijd dat vliegtuigen nog zonder God te herkennen zijn. En in de hele speciale vorm. Er waren ontwerpers die vorm speciaal maakten en echt uittekenden. Nu worden ze steeds met auto's gaan ook allemaal steeds meer op elkaar lijken. Dat was vroeger toch ook heel anders. Die vleugelvorm van de Spitfire, die was eigenlijk gekozen omdat dat in feite de meest efficiënte vorm is van vleugel. Maar in de praktijk blijkt het toch wel wat nadelen te hebben. Niet als je hard en snel vliegt en de wendbaarheid is groot, maar wel als je wat langzamer vliegt. Dus uiteindelijk zie je die vleugelvorm, is dat later toch ook geen groot vervoer. Maar het is gewoon fantastisch uit. En het is dat in de Battle of Britain ervoor gezorgd heeft dat Duitsland net niet Engeland heeft kunnen veroveren. Want toen plotseling was dat woord Spitfire. Hebben. 65 pk trekt hier dat kleine vliegtuigje de lucht in. En dat is een bijzonder, dat ding stamt uit 1944. Het is echt een heel basaal cupje. Die cup die stamt al vanuit het begin van de jaren 30. Dat is een klein houten en aluminium kistje. Nou, dit is een kistje dat gebruikt werd om mensen naar plekken toe te brengen, maar ook om geschud te zien of dat wel op de goede plek terecht kwam, de bommen. En hier zie je met een prachtig herbouwde cup, zie je hier weer vliegen. Nou heb ik dus de indruk dat het toch een andere is dan mij gisteravond verteld werd, want dit is volgens mij een gewone cup. Nee, dan komt die straks wel, die L4, maar dan heb ik het in ieder geval vast verteld. 100 jaar militaire luchtvaart, dat vieren we hier vandaag. En dat is mooi te zien natuurlijk bij dit soort vliegtuigen, waarbij de eerste al van deze formatie al in de jaren 30 natuurlijk ontwikkeld werd. En dat is eigenlijk maar 20 jaar nadat de militaire luchtvaart, de eerste stapjes in het luchtruim zette. De eerste stukjes rondvlogen met die vier vliegtuigen van Wallard, de vier mensen en het ene vliegtuig onder leiding van kapitein Wallard Sacré. Generaal Snijders was de man waaronder het allemaal gebeurde. En 100 jaar verder zijn we inmiddels. 60 jaar geleden is het de luchtvaartafdeling veranderd in de Koninklijke Luchtmacht. En we kijken terug. En hoe kunnen we dat beter doen dan met deze vliegtuigen onder ons? Luister naar dat liefelijke geluid van die prachtige propellermotoren. Waarvan we hier eigenlijk ook drie verschillende soorten zien. De boxermotoren in de Piper Cup en in de S11. En de stermotor, de radiaalmotor in de Havilland Beaver. Ja, ik zei het al, dit is dus niet die wat bijzondere cup. Dit is nog wel genoeg hoor, dit is een gewone L21. En een heel fijn vliegtuigje waarin mensen les kregen. Maar de les werd vooral dus gegeven in die gele S11. Een Fokker die na de oorlog werd ontwikkeld. 190 pk aan boord. Dat is maar net genoeg om hem lekker in de lucht te houden. Maar er kunnen bijzondere dingen mee. Die zult u straks zien met bij de Fokker 4 die hier gaan optreden. En waar onze collega Martin straks een stuk van het commentaar bij gaat doen. Hoort u ook eens hoe het werkelijk gaat. Ja, zeker. Deze vliegtuigen die worden allemaal gevlogen door mensen en die horen ook bij de collectie van de Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht. Dat is een organisatie die ontstaan is op Gilserijen. In eerste instantie was daar de stichting Vliegsport Gilserijen. En die is samengevoegd met de Nederlandse Spitfire, die we hopelijk vandaag ook nog zien. En dat is al sinds jaren de Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht. Nou, deze organisatie die is ervoor en die probeert dus met vrijwilligers om deze historische vliegtuigen die ooit allemaal bij de Koninklijke Luchtmacht hebben gevlogen, vliegend te houden en eigenlijk in nieuw staat. Want er wordt met zoveel passie niet alleen mee gevlogen, maar ook het onderhoud gepleegd. De vliegtuigen zien eruit om door een ringetje te halen. Ook als je ze ziet in de hangars op Gilserijen, je weet niet wat je meemaakt. Alsof ze net uit de fabriek komen, zoals deze Beach B18. Een transportvliegtuig, een VIP-vliegtuig, een vliegtuig dat nog wel eens wat James Bond mensen uit zijn deur zag vallen. En daarachteraan een Harvard, een North American T6, in dit geval zal het een Noordduin AT6 zijn of T6. In ieder geval een vliegtuig waar je, nadat je op de SL de les hebt geraced in Reno,
En hier in Nederland zijn er ook nog verschillende. Omdat dat eerste vliegtuig waarin je je eerste lessen krijgt, dat is ook het vliegtuig wat je het allermooist vindt. Zo werkt dat ermee, want daar voel je je het meest mee op je gemak. Die toestellen, u zag het net, zien er werkelijk om door. Dat is natuurlijk ook de gein. Dan heb je zo'n prachtig. Hoe oud zal hij zijn, jongens, die Harvard? 60 jaar, 70 jaar? Dan moet je zomaar 65, 66, 67 jaar oud zijn. Datzelfde geldt ook voor die S11 die u nu op de grote schermen ziet. Zo'n S11, ja, daar zijn er nog maar een paar van. Er zijn er een paar honderd van gebouwd. Dat was een groot succes in Israël, in Italië, in Brazilië en natuurlijk in Nederland. En daar hadden we er toen ook meteen 100 van. Die Beechcraft die u daar nu ziet, dat is dus een. Die is hier overigens ooit naar Nederland gehaald door de Dutch Dakota Association. Als een soort extra hobbyprojectje. En wat is die Beechcraft hier voorop in de lucht? Ja, die twee motoren is dat. Dat is die groep die dat naartoe hadden. Dat waren de Beach Boys. De Beach Boys en hun strijdkreet was Good Vibrations. Omdat die Beach een lekker trillerig vliegtuig is. Dat trillen komt door die 2x9 cilinders die daar in de vleugel staan te. Ja, de toestel was even aan het vliegen onder de vleugels dus van de Dutch Dakota Association, maar hij heeft uiteindelijk zijn plek gevonden hier zo bij de Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht. Net als overigens de B-25 Mitchell, die jarenlang op Eindhoven vloog, die is ook inmiddels daar ondergebracht en zo is daar een enorme collectie ontstaan van vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog, die overigens ook al jaren meedoen in films die over vervlogen tijden gaan. Dus dat is al begonnen eigenlijk met de oorlogsfilms in de jaren 70. A Bridge Too Far. En de Nederlandse films als Soldaat van Oranje. En de Luchtmacht Historische Vlucht en de voorgangers daarvan hebben daar altijd een medewerking aan verleend om authentieke vliegtuigen uit die periode in de films uit te krijgen. En dan werd bijvoorbeeld ook zo'n Harvard, dat is het tweede vliegtuig in de formatie hier zo, werd bijvoorbeeld wel eens opgebouwd door een paar kleine aanpassingen om eruit te zien als een Nederlandse Fokker D7-jager. En dat ging ook allemaal goed. Tegenwoordig in films wordt het steeds minder gebruikt eigenlijk. Je hebt in Amerika een aantal grote bedrijven. En ik heb toevallig net het verhaal gehoord van Corky Fornum, die zich steeds meer bezig is gaan houden met visual effects. En om te proberen de computermensen tegenwoordig te helpen met het maken van realistische vliegscènes. Want tegenwoordig worden steeds minder gevlogen in films, maar het wordt steeds meer door gegenereerd in de computer. In de jaren 20, net na de Eerste Wereldoorlog, waren juist die films met vliegen erin buitengewoon populair. Daar gingen miljoenen mensen naartoe, zeker in Amerika. En dan had je tot 1930, toen Howard Hughes de grote films maakte over de Eerste Wereldoorlog, waarin tientallen nagebouwde en originele reetdekkertjes door de lucht ramden. Maar de stunts die je toen ziet, en dan kun je er op YouTube heel veel van terugvinden, in zwart-wit, in bubberige beelden, daar zie je mensen werkelijk de meest krankzinnige dingen doen. Nu zien we nog wel eens de Breitling Windwalkers, en dat is al bijzonder genoeg dat er mensen over vleugels lopen. In die tijd liepen ze over vleugels zonder allerlei veiligheidsriemen. En in alle eerlijkheid. Naar een Wings. Wings heette die film. Ja, dus een luchtvaartfilm. Dat was de eerste Oscar. Howard Hawks was de regisseur. Was de eerste Oscar was voor een luchtvaartfilm. En die film die staat op het internet ook. Ik geef toe, het is niet echt erg spannend voor ons nu. Maar het geluid erg. Toen was dat was het nog. Die tamelijk uniek zijn voor Nederland. We zien nu in de landing dat staartwielkistje, die prachtige Beach 18. Ver in de jaren 70 heeft hij bijvoorbeeld in het Caribisch gebied gevlogen. En heeft hij ook werk gedaan als commuter, zoals dat heet, in Amerika. Want aan de kop van de baan staat iets wat uniek is. Wat je eigenlijk in West-Europa bijna niet meer gezien hebt de laatste jaren. Maar die nu weer terug de lucht in is. En dat is fantastisch. Ik vind dat echt geweldig. Hier vliegt nu vandaag een Avro Ansem. Dat ding zie je bijna nooit.